Maar nu de kermis er is, lijkt hij volgens omwonenden nog groter dan vorig jaar. En ook dit jaar geeft de kermis weer overlast. Dat noemen ze een kinderkermis volgens de gemeente Vlaardingen, maar ik noem dat geen kinderkermis. Moet eens kijken wat er allemaal staat. Het is al meer vergroot eigenlijk dan voor kleine kinderen. Er staan twee draaimolletjes en dat is voor de kinderen eigenlijk. Nu valt het gelukkig mee, maar s'avonds is dat gedreun. Er zou een algemeen centrale muziek zijn, maar ze hebben allemaal verschillende muzieksoorten. Dat geheel boven je hoofd. Ik had toevallig een week mijn kleinkinderen op visite. Nou, die moest ik achter gaan leggen, omdat ze niet voor konden slapen van de herrie en van het geheel natuurlijk. Arnoud Hoekstra van de SP in Vlaardingen werd benaderd door de omwonenden. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders vraagt hij om opheldering over de kermis. Ik heb gevraagd hoe dat kan, omdat de burgemeester in eerste instantie een kinderkermis beloofde. En nu met een nog grotere kermis terugkomt als oktober vorig jaar. Dus we willen weten hoe dat kan, hoe die gaat voorkomen dat dat in de toekomst nog een keer gebeurt. En wat hij gaat doen om de burgers, de omwonenden, uitleg te geven van hoe dit zo gegaan is. Volgens de exploitanten is dit wel degelijk een kinderkermis. Alleen ook voor de wat oudere kinderen. De kinderen van een jaar of 12, 13 willen ook een beetje vermaak. Hier is verder niks te doen. Dus hebben die kinderen ook een beetje vermaak. Hebben ze toch een beetje vertier. Ja, het is wel een kinderkermis, maar er is ook wel iets voor iets ouderen. Er zijn er ook wel wat dingen, zoals de boosten. En die achter ook de auto's scooten. Het is gewoon een reguliere kermis. Natuurlijk staat er een draaimolentje en een suikerspinnenkraam. Maar ik geloof niet dat een gokautomatenhal en de achterlijke dingen die hier achter ons staan voor kinderen zijn. Althans, ik zou mijn kinderen er niet in sturen. Het is maar 4 dagen. Is dat nou echt zo'n probleem? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als je 4 dagen thuis zit en zoals sommige bewoners gewoon ook 4 dagen lang een stroboscoop in je huiskamer hebt met deze herrie. Kunnen we dan niet beter als gemeente beter kijken of we grotere andere plekken hebben in Vlaardingen waar zo'n kermis tot minder overlast zorgt.